Xander Severina, ik ben 19 jaar oud. Ik kom uit Rijswijk en ik speel in ADO Den Haag onder 21. Ik heb na 7 maanden mijn contract mogen verlengen bij ADO Den Haag. Dat is natuurlijk een heel speciaal gevoel, dat ik hier 60 maanden geleden ook al zat. En dat ik mijn familie mag meenemen, dat is zeker heel mooi. Ja, hoe bijzonder is het dat jouw familie hierbij is? Dat is zeker heel mooi voor mij, omdat zij mij sinds dag 1 hebben gesteund. En mijn moeder heeft me altijd even gebracht naar voetbalwedstrijden. Dus dat is zeker mooi. Hoe ziet jouw voetbalcarrière tot nu toe eruit? Ik ben begonnen bij Semper Altius in de F'jes. Toen ben ik gescout bij Sparta Rotterdam. Heb ik daar 9 jaar gespeeld. Dan heb ik de overstap gemaakt naar Kwik. Heb ik daar 2 jaar gespeeld. En sinds dit jaar speel ik bij ADO Den Haag onder 21. Ik vind het een hele mooie club. Ik denk dat de supporters ook een heel warm gevoel geven aan de spelers tijdens de wedstrijden. Dus ja, ik heb er zeker zin om te spelen in dit stadion. Ik kom zelf uit Rijswijk, maar ik ben wel vaak in Den Haag. Ik voetbal ook vaak op de pleintjes in Den Haag. Ik ben daar wel vaak met mijn vrienden te vinden. Emmanuel Mega van Sparta Rotterdam. Mohamed Sanko heb ik ook meegespeeld. Het zijn meestal toernooitjes, er zijn ongeveer 30 jongens. Maken we teams van 4. En ja, het beste team blijft altijd staan, dus je wilt niet verliezen eigenlijk. Veel strijd en passie ook komt eraan te pas. Dat zeker. Sommige jongens worden ook boos als ze eruit moeten. Want dat is niet altijd leuk, want dan moet je zeker wel een uur soms wachten tot je weer kan spelen. Dus je wilt altijd wel winnen eigenlijk om erin te blijven. Wat neem je daarvan mee dan naar zo'n wedstrijd op het normale veld? Dat het gewoon vallen en opstaan is. En gewoon doorgaan. Altijd blijven bikkelen. Ik denk dat je van straatvoetbal zeker mentaal sterk wordt. Speelt je wedstrijden dit seizoen ADO Den Haag onder de 21? Hoe gaat dat tot nu toe? Het gaat tot nu toe heel goed. We spelen hele mooie wedstrijden. We hebben ook 3 gewonnen van Feyenoord. 2 nog gewonnen van FC Groningen. Dus het gaat heel goed tot nu toe. Door de corona mogen we helaas geen partijtje spelen. Dus moeten we in groepjes van 4 moeten we oefeningen doen om fit te blijven. Ja, ook een mooi moment voor jou dit seizoen is dat je al je officieuze debuut voor het eerste elftal hebt gemaakt. Vertel eens. Ja, dat klopt. Dat was een heel mooi gevoel ook. Ik had ook een assist gegeven, eerste wedstrijd. Dus ja, dat was een heel mooi gevoel. Wat voor type speler ben jij? Ik ben een technische speler, snel, linksbenig. Ik heb een goed schot, een goede voorzet. Een echte linksbuiten eigenlijk. Welk doel wil jij bereiken bij ADO Den Haag? Ik wil nu gewoon een vaste waarde worden in de onder 21. En dan gewoon mijn debuut gaan maken in het eerste en dan in dit mooie stadion gaan spelen.